Tijdens de kerstviering van de Katholieke Bond van Ouderen in Milezen op woensdag 13 december heeft burgemeester Michiel van Veen een koninklijke onderscheiding uitgereikt. In een volle zaal van de Schans in Milezen verrast hij de heer Martin Brands. De heer Brands heeft zich ruim 16 jaar ingezet als secretaris voor fanfare Sint-Cecilia in Milezen. Hierbij nam hij vele organisatorische taken op zich. In 1987 is zijn inzet gewaardeerd met de benoeming tot lid van verdiensten van de fanfare. Daarnaast is hij 17 jaar secretaris penningmeester geweest van de KBO in Milezen, waar hij nog steeds actief is als vrijwilliger. Hij is te omschrijven als iemand die zijn vrijwilligerswerk met volle overgave uitvoert. De heer Brands ontving de koninklijke onderscheiding als waardering voor het geheel van zijn maatschappelijke en bestuurlijke inzet. Na zijn toespraak reikte de burgemeester de versiersel uit die horen bij de benoeming tot lid in orde van Oranje Nassau. Nu officieel, want je voelt hem vast al aankomen. Geachte heer Brands, tot mijn grote vreugde kan ik u mededelen dat gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van uw activiteiten, het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd de heer Martinus Johannes Brands te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En ik zou heel graag willen overgaan tot het uitreiken van de koninklijke onderscheiding en de bijbehorende bloemen. En u mag nog een keertje applaudisseren. Even voorzichtig met je overhemd. Geniet ervan en draag hem met trots. Ja, dank je wel. Dank je wel. Mevrouw, gefeliciteerd. Dank je. Voor u een hele mooie bos bloemen. En dat er nog vele mogen volgen. Maar u heeft het meer dan geniet. Hartstikke fijn.